moeilijkste vraag, de confronterende vragen zijn dan toch de vragen als het over de penislengte gaat. Voor mannen die ouder dan 40 zijn. Nou ben ik ouder dan 40, was de enige in het gezelschap. Ik had balletje terug kunnen spelen naar Mark, maar ik denk, nou, laten we de presentator maar even ongemoeid. En ja, of die dan krimpt of groter wordt, ja, dat is dan weer iets. Dan moet je even letterlijk en figuurlijk met de piemel bloot. Hè? En, maar ik had het goed, het waren punten. En wat ik zeg, dan wil ik nu nog eens een keer beamen. Dat is millimeterwerk. Millimeterwerk. Het is waar dat ik echt dat van dat krimpen van die penis wist ik echt niet. En wat ik ook niet wist, ik dacht echt dat oren en neuzen groeiden als je oud werd. Dus ik dacht al, oh jee, maar het schijnt dus dat je gezicht krimpt. Nou, dat vond ik wel weer een eye-opener. Wat ik heb geleerd is dat je aanbijen heel goed kunt behandelen met een warm bad. En ik wist ook niet hoe precies het eruit zag. Was ik altijd wel heel benieuwd naar, want ik werkte altijd aan mijn spiegel. Ging altijd wel zo zitten kijken, maar dat hoeft er nu niet. Nu kan je het gewoon op mijn scherm zo zitten kijken. En ik, ah, oké, zo werkt het dus. Dat vond ik fascinerend en interessant. Nou, dat alle fabeltjes die mijn moeder verteld heeft, dat die gewoon allemaal niet waar zijn. Dus wat betreft het met natte haren naar buiten en je vat kou, niet waar. Wat betreft de nagels, dat als je witte stipjes hebt, je calciumtekort hebt, melk moet drinken, niet waar. Nou, zo waren er nog een paar. Het is gewoon allemaal niet waar. Oh, het uitzuigen van een wesp. Ook niet waar.